Come on, babes. I want your SpirituAlien spirits. Like to spank you. Okay.
Zullen we nog wat doen? Zullen we nog wat doen? Let's do it together. Nog een nieuwe. Die plaat is trouwens daar te koop. Daar ergens bij de ingang. Dus ik moet af en toe wel even zeggen. Dames en heren ook. Daar is het te koop voor een spotprijsje. Daar kan je hem zelf niet voor maken, zei mijn moeder dan. Hè? Daar kan je hem zelf niet voor maken. That's it down! A DVD from back 5 years ago.
Yeah. You've seen that? I didn't. I couldn't see it. Couldn't touch it. Couldn't feel it. What are we gonna do? Well, this is a good one, old one. It was not on that DVD. It's only on I'm obligated to that one. Vergeten te zeggen, nou dat heb ik geweten. Vooral vanuit Roden kwam nogal veel commentaar. Maar dat zal ik dus nooit meer vergeten.
Ik zal het nooit meer vergeten. Okay, let's do something, guys. Night. Oh, dan zeg jij dan maar even wat we gaan doen. Dit is tenslotte ons aller feest, dus iedereen mag zeggen wat hij wil. Hebben jullie ook nog iets? Ja, dat gaat dan net even 1 gram te ver. Even kijken, wat dan? Ik heb hier al een lijst. Oké. Thank you.
Fijn zijn. Maar ik zou net iets verkeerds gaan zeggen. We could call this band the Witches. What do we got? Massgrave? Massgrave. Je weet wel, als er meer dan één door je valt. Nee, ze zeggen al tegen mij, Jurjen, dat zijn geen grapjes. Dat is niet om te lachen. Maar ja, luistert toch nooit iemand naar mij, dus ik kan het rustig zeggen. En daarom zeg ik het. Nou, kijk of er hier ook geluisterd wordt. En dames en heren ook. Masquerade! 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 Masquerade!
kijkpapa. Op. Oké, let's do something new. Wat doen we hier? Oh yeah, dit is en dit is laten we niet vergeten, dit is feest vandaag, hè? Hoeveel bands bestaan 40 jaar? En dan nog wel metal bands, hey. Ja, dat duurt, ik ga toch heel kort mee, hè? Een soort gebrek aan publieke belangstelling houden na 5 jaar wel mee op. Nou, wij niet! We hebben wel eens voor 1 of 2 mensen gespeeld. Ha! En soms moet ik zelf publiek spelen. Ja, tijdens de solo's dan, hè? Hebben we nog een liedje, jongens? Heb je nog een liedje? Want dit zijn echte metal fans. Oké. Okay. Nou ja, dat heeft even met het nieuws te maken. Want ze zeggen tegen de minister van... je zou er wat meer aan moeten doen dat wij hier aardbevingen hebben. Nou, dat gaat helemaal geen moer helpen. Want wij zijn er. Wij hebben een liedje gemaakt over aardbevingen.
So now you know. Yeah, now you know what it's all about. It's politics, babes. Ja. Wacht even, hier is iedereen er nog. Are you here? Maar dat wil ik wel graag. Er zijn ook erg veel mensen vanavond waar ik een nummer aan zou willen opdragen, maar of dat allemaal nog lukt, ik weet het niet. Oké, maar we doen ons best. Hoezo? Peter Hess komt nu. Oh, Peter Hess komt nu. Hallo. Nou, hé, hey, vergeet ik helemaal. We gaan niet alleen aan jullie iets opdragen of zo. Er gaat hier mensen komen spelen die, my god, jaren niet gespeeld hebben. Laat staan in Vortex. Hé, hey, want dat is dan wel even een hoofdstuk apart natuurlijk. Hey. He? Je kunt jaren niet gespeeld hebben, maar dan kom je ineens in deze band, hè? Wauw, daar is hij. Geef hem een hartelijk applaus. Allemaal grijze kopjes al gemaakt. Our first and only bass player, Peter Hess. Hoi. We gaan nu een nummertje spelen van 36 jaar geleden. Dat stond ooit op een demo. Het is getiteld King. We'll be right back.
Woo! Hij was van de eerste uur. Ik moet eerlijk toegeven dat hij veel eerder bij Vortex zat dan ik. Ja, het is moeilijk om toe te geven, maar... Dat is... Doe je dit nou dan? Het komt, ik weet niet wat het volgende is wat er komt. Ik loop hier echt als een soort cabaretier. Als een soort cabaretier loop ik hier rond. Een soort Joep van de Hek. Gonna hit you. Oh ja. Ja, ik ook. Ik jou ook. Gonna hit you. Hey. Nou. Hij heeft het meteen weer verpest, natuurlijk. Maar ja, zo hoort dat. Als je in zo'n band zit, dan moet je het af en toe even duidelijk maken. Je zal wel denken, wat is het? Zo'n oude band mag toch wel wat pauzes hebben. Even gezellig. Hebben een feestje. Het duurt even voordat ze weer beginnen. Dat is geen flitsend optreden, maar toch... Staan! 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 Tremorial, kill!
Thank you. Dankjewel. Dit wordt allemaal opgenomen vanavond, dus je moet ook een beetje het Engels doen af en toe. I hope you'll excuse me. Dus dan zeg ik van hallo vanavond, Groningen. En dan in het Engels is dat dan hi. Hi. We are Vortex and we are coming to Mountain. Om hier met z'n allen te zijn. Met hoeveel zijn we nou? Heb je dat geteld? Duizenden, hè?
thank you. Thank you for all this nice and terrible niceties. Okay, you got your thing. Get out of the stage. Well, we got to introduce another old Vortex member. What? Oh, ja, natuurlijk, ja. First things first. We hebben een liedje gemaakt over drinken. Ja. Dan ontkom je niet aan ons drinken. Het is heel mooi. First things first. Gaan we dat eerst even doen, dan krijgen we daarna weer een verrassing. Wat een avond, hè. Wat een avond. Hebben jullie allemaal wat te drinken? We'll be right back.
Wow. Brr. Talking about first. Have you got something to drink? Are you drinking or getting drunk? No, but this booze is not cheap. It's not an expensive evening when you're in Vera. Where's Sief? Hey, Sief Molenberg, the drummer of Metal Bats album. We digged him up somewhere in the surroundings of Badum. It's like rodent is Badum, just like, well, you know where it's somewhere where it is, but how come someone like Sief? Hello, Sief. Well, he's back. And there's just one thing we could do. We're gonna do Metal Bats. You know Metal Bats? You know Metal Bats? I can hear you! Metal Bats! Hey! Kom mee! Ik ga proberen te zingen. Hij mag meezingen? Ja, 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 ja. En dan ga je deze opera stem straks leren kennen. Ja! Oh. Nou, je mag. Ben je een eigen microfoon? Of ben je samen met mij? Ik kijk wel wat naast dan. Zo leuk, hè? Wij hebben het zo goed voor elkaar na 40 jaar. Hè? Let's go!
I'm getting on a lose now. Are you still happy? Oh, we gotta change that. We gotta do something about that. They're happy. The laatste? Van wat? Van wie? Waar? De laatste, ja. Natuurlijk, er komt nog een fantastische band na ons. Die is nog ouder. Die is nog ouder. Daan. Oké. We hebben nog één verrassing. Onze volgende bassist, René van Zonneveld. Van Zonneveld. De Beast. Meneer Zonneveld, ik vraag het u af. Oké, dit is de nummer 2 bassisten. En dan nog 2 van de allerbeste in de metal. Ja, daar doen ze het van, hè? Maar daar hebben we speciaal voor gespaard. Hè? We hebben speciaal voor gespaard. Ik had al wat geld liggen. Ik denk, ik ga niet naar je pizza. Ik neem er gewoon even een bassist bij. Hè? Let the light! 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 We'll be right back.
had a spanking good time. Because we did. We surely did. En soms zou het betekenen om er even een picture. Nou, je zou mee moeten maken, een zaal van daar. Picture speelt. Terwijl wij al gespeeld hebben. Nou, dat komt bijna nooit voor. En dan gaan we z'n allen zuipen, of niet? Hé, hey, we gaan even wat drinken, hoor. Hey. First thing first. 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 Okay! Let's drink. There is the bar. And I love you. And we spank you all.